Angela Salmo, directeur van Sociale Zaken, doet een beroep op mensen die reeds een steunpakket hebben gehad om zich niet weer te gaan registreren. Behoeftige burgers kunnen zich vanaf vandaag tot en met 30 juni bij de diverse wijkkantoren registreren voor een COVID-19 steunpakket. Salmo zegt dat mensen die reeds een pakket hebben gehad en toch naar de wijkkantoren gaan, de wachttijd onnodig langer maken voor anderen. Dus we actie desma sa okona unu dat inon registreer noma presi ete. En na de presi de toelaatse presi sa ikan be registreer ete. En ino kiswan paket ete na desma sa registreer na Hongrijpstraat. No so fu waf den DC's. Want you have DC fu Kanenikeri of fu Koroni of Saramaka. Of para, no so como weina, no so mara weina. Alla de presi dati, differenti sma, yepiden disease, fuluku sumana de smasa de behoefte fukiswan paket. Maar ade altijd boom, lek ministerie voor sociale zaken na volos huisvesting, fu check if uno lip no wants ma baka. En daarom we do a registratie, ete wan laatste lezi. En dit lees we doen naar de wijkkantoor. Omdat de meeste sma kies den pakket kaba. Ja, dus een groep de boonching. Salmo zegt verder dat mensen die zich al hebben geregistreerd, maar nog geen steunpakket hebben ontvangen, zich geen zorgen hoeven te maken. Zij zullen hun pakketten alsnog ontvangen. Ik kan naar UNO, ik registreer, ik potineng, ik doe controle. En ushi dat a pakket ben ba. Des masa no kis den pakket ete, des ma dat wo bel, en wo mek ma aspraak na nga yu, o teng, I kan koteki pakket. Des no bruya, om dat dalek mo tak opisi, over nieuw registratie, ma yu dat u ap yu gegevens na unu, bepaalde fu unu ap wan papira, fu sociale zaken, telek, if you kona unu nanga yu ID karta, adesso that you can check nanga unu administrati, and baka dati wo gi yu a paket sa yu ap recht op. Dat was Angela Salmo, zij is directeur van Sociale Zaken. Zij heeft gisteren tijdens een persbriefing meer informatie verschaft over mensen die in aanmerking komen voor een steunpakket van de overheid.